Hallo en welkom op het kanaal van Redi Roze Orakel. Fijn dat je er bent. Vandaag ga ik een legging doen voor het sterrenbeeld Weegschaal voor de komende maand. Kijk je voor het eerst naar een video van mij? Welkom. Op dit kanaal doe ik intuïtieve algemene leggingen. Het is belangrijk dat je je eigen intuïtie raadpleegt tijdens het bekijken van deze video. En dat je aanvoelt wat met jou resoneert en wat niet, dat je dat laat gaan. Ook bestemd voor het maanteken en ascendant Weegschaal. Balance. Balans. Wikken en wegen zie ik. Ben je aan het twijfelen, lieve? Weegschaal, ergens over. Het brein neemt het over, zie ik. Het brein maakt overuren. Een verhitte situatie, waarbij het brein overuren maakt. Misschien een belangrijke keuze, lieve weegschaal, die jij mag maken de komende maand. We gaan eens kijken. Wat ik hier zie is een samenwerking of een verbindende connectie, wat op jou aan het wachten is. Kan een nieuw team zijn op het werk of te maken hebben met een netwerk of een groep mensen waar je eigenlijk wel bij wil horen. Maar inderdaad, hier zie ik hem weer, de twee van zwaarden. Het niet kunnen maken van een keuze. Gefocust op verlies. Denken in tekorten zie ik hier. Angst. En het gevoel hebben of denken dat je datgene wat je graag wilt bereiken, dat is dus hierbij horen. Dat je dat via een zijweggetje of dat je dat op een, ja, een beetje een stiekem manier moet gaan doen. Maar er is dus een strijd tussen je hogere zelf en je mind, zoals ik al op die kaart zag. Het heeft dus te maken met die groep mensen. Je hebt ergens het gevoel dat je... Je bent gefocust op dat wat er niet is. Misschien het gevoel dat je tekort bent gedaan. En dan heb je het gevoel dat je het op een manier moet verkrijgen die eigenlijk niet helemaal oké is. Dus
We gaan eens even verder kijken, lieve weegschaal. Even kijken wat er precies aan de hand is. Release your guilt. Misschien schaam je je ergens voor. Misschien heb je dingen gedaan in het verleden tegenover anderen die niet oké waren. Endings. Een einde. Dat is de situatie komende maand. Dat er ergens een einde aankomt. Het euvel is dat jij heel erg bezig bent met expectations, dus wat de anderen, die groep mensen, van jou verwachten. Je heel erg bezig bent met of ze jou goedkeuren, of dat je er wel bij mag, of... Word je wel geaccepteerd? Phoenix. Ja. Het moment dat je de schepen achter jou verbrandt, dus het verhaal loslaat, wat ervoor zorgt dat je in een energie van tekort blijft zitten, een energie van verlies blijft zitten, van negativiteit blijft zitten. Als je dat verbrandt, als je dat achter je laat, ja, dan kan je weer opstijgen als een phoenix. Dan kan je weer herrijzen. Vernieuwde energie. Maar daarin is het belangrijk dat je, en daarvoor, dat zag ik al hier, die overuren die er gedraaid worden in het hoofd, dat je dit loslaat. Die expectations, die verwachtingen van anderen. Dat je stopt met het zoeken van approval, bevestiging of acceptatie. Forgive staat hier. En dan heb ik het er al, denk ik dat het gaat om jezelf. Vergeef jezelf. Hier ook, release your guilt. Voel hoe dit met jou resoneert, lieve weegschaal. Ja. Crown chakra. Trapped in fear. Victory en succes. Oh, oh, oh. Beetje veel. Beetje veel. En een transformation. Mooi hoor. De crown chakra. Deze spreekt over de verbinding tussen jou en je hogere zelf, het goddelijke, de bron. Ja, minder vasthouden aan het aardse. Soms kunnen we zo ontzettend opgaan in ons rol hier als persoon, als fysiek persoon, dat we vergeten dat we ook nog een spiritueel wezen zijn en dat deze dingen, de ervaringen die we meemaken en de lessen die we leren, die onderdeel zijn van ons, van het pad wat we hier bewandelen. Van dat wat we hier zijn komen doen.
Dat allemaal erbij hoort. Dus door iets meer afstand te nemen van de situatie, zal je merken dat je het iets lichter, dat het iets lichter wordt. Iets uitzoomen. De komende maand gaat er een einde komen aan die angst of het gevoel van vastzitten, het gevoel van tekort, het gevoel van dat negatieve spiraal waar je in hebt gezeten. Die zware periode, daar gaat een eind aan komen de komende maand. En belangrijk is, zoals ik net al zei, dat je niet bezig bent, niet te veel bezig bent met wat anderen, de acceptatie van de groep. Want dat staat namelijk het succes of het bereiken van datgene wat jij zo graag wilt bereiken in de weg. En vier je successen. Elke keer als het jou lukt om iets los te laten, wees trots op jezelf. En vier dat. Want dit is dus een periode van transformatie. Waarschijnlijk is dat nodig om uiteindelijk je aan te sluiten bij die groep waar je zo graag bij wilt horen. Waarschijnlijk is die transformatie nodig om op te levelen. Misschien kijk je ook een beetje op naar deze mensen in die groep of in dat netwerk. Maar ziet hem, hè? De Phoenix, onder de Phoenix staat transformation. Ondergaat een transformatie, daar is dit proces voor. Om jou te transformeren, om op te levelen naar een hoger niveau. Ah, ik moest eigenlijk een andere deck, maar deze pakken we erbij. De hartchakra, die viel hierop. Meer verbinding maken met je hart. Ik voelde het al hier. Meer zelfliefde. Ja. En de trots zijn op jezelf. Je mag meer. Je mag weer die verbinding maken met je hart. En door te denken in tekorten of te veel in het hoofd te zitten, of in angsten te zitten, of in onzekerheden of twijfels. Daardoor kan de verbinding met ons hart afgesloten worden. Maar dat mag je dus iets meer, dat mag je weer meer gaan versterken. Ja. Dan ga ik nog een advieskaart trekken. Authority. The tenth house. Ja, kijk. Leiderschap zie ik hier. Leiderschap over je eigen emoties, over je eigen gedachtes. Over je gedrag, over de keuzes die je maakt in het leven. En datgene wat bij jou hoort, ownen. De minder mooie dingen, maar ook de mooie dingen. Weten dat het, ja, dat het, erkennen dat dat bij jou hoort. En dat het allemaal een proces is waar je doorheen gaat. Om
verder te komen op die reis. Dat wat je allemaal meemaakt, dat helpt jou weer verder op die levensreis van jou. Op het moment dat je het vanuit dat perspectief gaat bekijken, dan wordt het iets minder zwaar. Dus een periode van transformatie. Level up. Lieve weegschaal, dit was jouw legging. Ik hoop dat je er iets uit hebt kunnen halen. Resoneerde het met je of vond je het gewoon een mooie legging? Laat het mij weten onderaan de video. Kijk je voor het eerst en wil je vaker een legging van mij zien? Abonneer je dan en klik op het belletje, zodat je een melding krijgt op het moment dat ik weer een nieuwe video plaats. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.